Ik vond het eigenlijk wel aardig. Wat en als je nou in plaats van Traoré Dolberg opstelt, kan dat ook nog een verschil maken? Jij bent erbij geweest volgens mij die wedstrijd. Traoré moet, dat zal Peter Bos ook wel zien, Traoré die speelt in de spits. Maar die komt elke keer het middenveld in. Ja, daar hebben ze er al met Ziyech erbij vier. Dus blijft dan weg. Dan gaat hij de bal ophalen en dan moet hij gaan combineren met zichzelf. En dat is er niet. En Dolberg speelt wat dieper. Een beetje een snellere versie van Wim Kieft. Je speelt hem aan, hij draait open en hij gaat richting goal. Ja. Met Wim Kieft kon je ook altijd doorvoetballen. Maar ik vind Traoré wel een goede voetballer. Echt een goede maar als je Traoré nou eens op rechts zet en Dolberg in de spits... en je laat Ziyech naar binnen... Dat kan. Traoré is eigenlijk gewoon een rechtsbuiten. Zij is ook als rechtsbuiten naar Nederland gekomen. En Bos heeft bij Vitesse de spits van hem gemaakt.